Hoe is het met iedereen? Met mij gaat het weer beter. Ik ben natuurlijk... wat is het? Thanks Lizzy Games voor het volgen. Welkom. Meteen mooi aan het begin van de stream. Zoals sommigen van jullie wel gemerkt hebben, ben ik al eventjes niet meer live geweest. Mijn laatste stream was 8 mei. Het is nu 26 mei ongeveer. Ja, ik was ziek. Ik wil meteen even zeggen, voor de mensen die leven met migraine en gelukkig door het leven heen gaan, ik heb respect voor jullie. Ik heb nog nooit zo'n erge hoofdpijn gehad als de afgelopen periode. Ja, deze week, ik ben er weer. Ik ben ook weer begonnen met werken. En ik mag weer terugwerken op de BSO. Dus dat vind ik ook heel fijn. Want ik deed natuurlijk de afgelopen periode kind- en afverblijf. Maar ik ben meer een BSO-meisje. Maar goedemiddag allemaal. En ja, ik zie al bij Sharon dat het vandaag echt top gaat. Als je een auto-emootje hebt, ik heb toevallig een hypecar, volgens mij heet hij. Sharon heeft vandaag de rijbewijs gehaald. Even een autootje in de chat. Gefeliciteerd, Sharon. Bianca zegt, oh wat leuk. Fijn dat je weer terug mag naar de plek die je leuk vindt. Ja, ik heb dus gisteren echt op een locatie gewerkt waar ik een periode lang achter elkaar heb gestaan. Dus het is heel fijn om weer om op een plek te komen waarbij je gewoon de gezichten herkent. Van de meeste kinderen dan, want er zijn natuurlijk ook een paar kinderen weg. Omdat die niet meer op de BSO hoeven. Er zijn ook een paar nieuwe kinderen bijgekomen. Maar dat je gewoon die kop herkent en dat ze gegroeid zijn. Ik heb ze 6 maanden niet gezien. En sommige zijn echt op een stuk kop langer geworden. Dus dat is ook heel apart om te zien. Als je er even uit ligt en je mag dan weer werken. En je mag dan ook weer naar je oude locatie. Dat je echt kan zien dat ze opeens een stuk groter zijn geworden. En dat eentje opeens kan lezen. En ja, dat is echt heel apart. En de donderdag moet ik wel op een andere plek. Waar ik wel een paar keer eerder heb gestaan. Maar niet mijn vaste locatie, zeg maar. Maar wel weer BSO. Dus daar ben ik wel blij mee. Bianca zegt, het zal vast wel een verschil zijn. Ja, zo gek. Normaal zag ik ze elke week. Dus dan valt de groei ook niet zo op. En ik weet nog vorig jaar met de lockdown. Toen heb ik 8 weken thuis gezeten. En toen had ik al iets van, wow, sommige zijn langer geworden. Half december had ik ze voor het laatst gezien. Dus dat was heel gek. Maar we gaan zo meteen weer lekker spelen met de Sims. Ik moet even één dingetje opzoeken. Of ik iets al mag vertellen of niet. Nee. Helaas. Want volgende week, op 1 juni, komt de Sims 4 interieur designer uit. Ik vergeet de hele tijd de naam. Het is dat ik het net nog even heb opgezocht. Want ik zit de hele tijd home designer, designer, stylist. Ik moet gaan onthouden interieur designer. En het lukt me gewoon niet om die naam te onthouden. Maar die komt volgende week uit, een nieuwe gamepack. En ik krijg weer early access. Dat ga ik ook streamen op Twitch. Dus als je dat wil zien, zorg dan zeker dat je mijn notificaties in de gaten houdt hier op Twitch. Of dat je in mijn Discord zit. Want dan, als ik het eenmaal mag vertellen, dan laat ik het weten. Maar er is natuurlijk een embargo. Dus ik krijg later deze week krijg ik dan de code. Kan ik ook video's gaan maken. Zowel voor mijn YouTube kanaal als het Town of Plumops kanaal. En dan is er een embargo. En zodra dat embargo verlopen is. Een embargo is dan een datum en een tijdstip. En tot die datum en tijdstip mag je dus niks delen. Maar op het moment dat het embargo verloopt, dan mag ik het natuurlijk delen. En dan ga ik het ook zeker livestreamen. Maar ik mag het nog niet vertellen wanneer de embargo is. We hebben nog geen antwoord op gekregen. Bianca zegt, ik heb er niet normaal veel zin in. De laatste paar pakketten op Star Wars na vond ik echt super tof. Ja, Star Wars. Ik heb echt letterlijk... Oh, dat is echt erg. Dat Star Wars pakket. Ik heb 2 keer een bouwstream ermee gedaan. Dat huis is nog steeds niet klaar. Ik heb meerdere huizen die niet klaar zijn. Even kijken hoor. Volgens mij heb ik er een briefje van. Met hoeveel huizen ik nog moet afmaken. Nee, ik heb er geen briefje van. Ik dacht dat ik er een briefje van had. Ik weet dat ik heb het glazen brughuis nog. Is nog niet af. We hebben het 64 tegelhuis is nog niet af. En dus dat Star Wars huis is nog niet af. Maar letterlijk het enige wat ik met Star Wars heb gedaan is 2 keer bouwen aan het huis. En voor de rest helemaal niks. Zover is mijn interesse in de Star Wars. Welk huis hebben we nog meer? Feest, die moderne villa heb ik ook nog. Moet ook nog afgemaakt worden. Ik weet niet of ik nog meer heb. Misschien moet ik gewoon een keertje weer een bouwstream doen. En dan gewoon... aan huizen gaan werken. Bianca, oh ja, dat glazen brughuis. Dat geeft me nu echt al een nostalgisch gevoel. Ja, wie weet als die designer pack, interieur designer uitkomt. Dat ik dan weer even langs al die huizen kan gaan. Kijken of daar iets bij zit. Want we hebben natuurlijk ook de binnenplaats oase die erbij is gekomen. Hoi Evie. Meerdere pakketten die erbij zijn gekomen in de afgelopen tijd. Met meerdere spullen. Dus wie weet zitten er nu dingen bij me van. Oh, dat is leuk voor dat huis. Of oh, dat is leuk voor dat huis. Maar dat we gewoon hier en daar weer eens een keer een bouwstreampje doen. En gewoon even langs wat huizen gaan. Want het begint nu wel echt. Ja, mijn laatste bouwstream is... een pulsbandstream geweest. Maar de laatste keer dat ik daadwerkelijk aan zo'n huis heb gewerkt, dat kan ik niet eens meer herinneren. Dat zou ik dan moeten opzoeken. Maar Bianca is altijd wel in voor een bouwstream. Ja, ik wil ook sowieso binnenkort weer een keertje de pulsband gaan opstarten. Ja, we krijgen dus binnenkort natuurlijk die nieuwe gamepack die ik met jullie wil gaan spelen hier op stream. Mijn 100ste stream komt er binnenkort aan. Dit is stream 96 uit mijn hoofd. Dus met de 100ste stream wil ik natuurlijk ook iets bijzonders doen. Dus ik heb allerlei dingetjes, allerlei leuke plannetjes. Te veel. En te weinig tijd. Josian
ontspannen. Ga lekker aan de huiswerk. Succes ermee. En thanks for your lurk. Maar zullen we dan nu maar verder gaan dan met de familie Aarde? Want dat is ook alweer een tijdje geleden. Ja, alles is een tijdje geleden. Als je even ziek bent geweest en niet hebt gestreamd, is het natuurlijk alles een tijdje geleden. Zo, naar het spel. Nou, even iedereen bewegen, want dan kunnen we zien wie er slaapt. Niemand. Ze staan hier lekker stil naast hun bed. Dat is enig. Hoi Brit, welkom. Oh, de laptop van Evie wil niet opstarten. Dat is niet fijn. Even kijken. We hebben Aalst. Die hoeft volgens mij... Oh, die is heel verdrietig. Gekwetste gevoelens. En... Lama stromen die tranen. Oh, ze heeft verloren van dat maak de lama niet wakker spel. En wat is dit? In een klein huis. Dus daarop is ze prima. Maar voor de rest is ze helemaal gekwetst. Zij had volgens mij wel al... Ja, zie je, verantwoordelijkheid zit dik in het groen. Dus op dat vlak mag ze al opgroeien. Maar ze moet nog een 10. En we zitten nu op een 8. Dus de kans is groot dat als ze morgen naar school gaat... dat ze misschien een 10 haalt. Hup het huis uit en dan kan die moeder weer zwanger worden. Maar met jou gaat het voor de rest prima. Waar ben je? Buiten. Jij mag gaan slapen. Hoppatee. Wat mag jij gaan doen? Jij staat daar. Heb jij huiswerk? Extra werk. Doe maar. Alles voor die 10. Dan Denemarken. Hoe gaat het met Denemarken? Heeft plezier nodig. Ja, nou ja. Ga dan maar... oefenen. Jij hebt ook plezier nodig. Ook oefenen. Ik weet niet of je dat accepteert. De peuter heeft honger. De peuter heeft honger. Die gaan we geen suikerkoekjes geven. We geven je wel een fruitsalade. Zo, pak maar een portie. En dan hebben we nog een baby. Maar die moeder voelt zich goed. Dus laten we even kijken of we nog wat geld kunnen scoren dan. Nou, die moeder voelt zich trouwens niet goed. Die mag ook wel naar bed. Die moeder mag wel daarna hier gaan slapen. Zo. Hoppatee. Kaching, kaching. Oh, er kwam een melding. Wat was de melding? Oh, dat is alle oogst. Oh, dat boeit niet. Wat ga jij doen? Kletsen met de peut. Oh, de baby huilt. Kijk. Dat gaat ook een stuk sneller, die super efficiënte babyverzorging. Ze doet er minder lang ook. Nee, slapen. Laat die geboorteactes eens met rust. Altijd maar aan die geboorteakte zitten. That's right. Oh! That's right. Weet FF niks origineels. Kimpul hart. Oh, dankjewel Sharon. 10 maanden abonnee. Uitroepteken vlag. Ik heb helaas wel maar 3 kleurtjes. Maar ik ga kijken of ik ergens volgende week langs de action kan kijken. Of zij de vlaggetje weer hebben. En anders haal ik die andere wel weer. Maar rood, groen of blauw? We zitten in de dubbele cijfers nu. Een blauwe. De tijd vliegt voorbij. Nou, inderdaad. Sharontje met 6 eetjes. En een 10 op de achterkant. Dankjewel voor je subje. Je staat erbij. Het tweede blauwe vlaggetje. Nu in een bakje. Ja, er zitten nog een paar... Kijk, wat nu het ding is... Het bakje stroopt nu over van gele vlaggetjes. En er zitten ook nog 2 roze in. Maar dat zijn de kleuren die dus nu op zijn. Dus die gaan de komende tijd langzamerhand verdwijnen. Wat ga jij doen? Zorg voor... Oh, uit jezelf? Zij wil uit huis volgens mij. Top. Ga maar zorgvuldig werken. En die peuter... die peuter mag gaan slapen. Ja, ga maar gewoon slapen dan. Dan maar geen verhaaltje voor het slapen gaan. Er is voor de rest niemand wakker. Jij wordt gebeld. Ik hoorde dat je aan je toverkrachten werkte. We hebben niks gedaan. Volgens mij hebben we er niks mee gedaan. Hij ligt te slapen. Het is een hele bijzondere manier om aan je toverkrachten te werken als je slaapt. Oké. 10 uur 's avonds. Peuter gaat naar bed. Er zitten hier nog 2 kinderen buiten te spelen. Lekker pedagogisch verantwoord dit. Dat ben jij. Jij bent nu voor de rest prima. Heb jij ook zo'n project? Ja.
Daar mag jij nu aan gaan. Zo. En jij bent moe en hebt honger. Dus jij mag daar ook mee stoppen. Pak ook maar een portie. En lekker slapen. Oké, kommetjes leeg in de prullenbak. Die is meteen weer vol. Kijk, Denemarken heeft mentaal niveau 2. En Aals heeft de raketwaarts wetenschapvaardigheid geleerd. Wat gaat ze nu doen? Is ze moe? Ze gaat een luid dutje doen. Nee, ga dan maar gewoon meteen naar bed. Hier, slapen. Niet zo vervelend doen. Oké. Okay. Oh, hier staat ook nog een kom. Ze maken er lekker een bende van allemaal. Hebben we nog genoeg bedden? Even kijken hoor. Ja, hier kan er nog één. Hier, ja, top. We hebben genoeg bedden voor de verandering. Zolang de peuter niet opgroeit, hebben we genoeg bedden. Nee, er is nu geen babyopkomst, want het huishouden zit vol. Dus we moeten even Aals wegwerken. Die moet even een 10 halen op school. En dan mag er een nieuwe baby in van het vadertje van Mipuki. Want die is de eerstvolgende op rij. Ik snap wel dat je het vraagt, Bianca. Want jij bent daarna aan de beurt met Teun. Het duurt niet lang meer. Als deze vrolijke vriend uit huis is, dan kan jouw vadertje even langskomen. Wat schattig. Je bent aan het spelen. Maar ga maar slapen. Want het is alweer bijna middernacht. Je kunt niet zwanger worden als een huishouden vol zit, nee. Nee, god de... Wat moeten we hier nou van zeggen, jongens? Wat moet ik hier nou mee? Moet ik me ook... Ja, wat moet ik hiervan vinden? Want het is mijn mens selfie. Het is niet gewoon een random mannelijke sim die voor de deur staat. Nee, het is mijn mens selfie. De aanhouder wint nou. Ik hoop niet dat als ik in de toekomst een relatie krijg, dat ik zo ga gedragen. Oh. Ja, dit is interessant. Oké, ik vind het heel fijn dat je aan je schoolwerk gaat, maar je mag even een piekje pakken. En dan mag je ook je bed in, want het is wel al middernacht geweest. Ja, loop maar langs die vreemde vent, gewoon naar binnen. Met een cheat kan het wel, met een cheat kan wat wel. Oh ja, maar dat is niet eerlijk. Dan heeft die challenge geen uitdaging als je kan cheaten, Blondie. Het is de uitdaging van 100 baby challenge is om 100 baby's te krijgen in zo min mogelijk generaties. En als ik dan ga cheaten dat ik meer mensen in mijn huishouden mag krijgen, dan haal ik het sowieso in minder generaties. Dankjewel, ik ben goed bezig. Ik ben wel blij dat we inmiddels wel wat vierkante meter qua huis hebben. Nu de winter begint en nu het gaat sneeuwen. Het zou wel fijn zijn als we in de toekomst ook het huis nog groter kunnen maken. Dat we uiteindelijk ook dit soort projecten binnen kunnen doen. Oh jee. Oh, monster onder het bed. Praat er dan mee. Daar naartoe. Oh, jij bent al bang. Jij durft helemaal niks. Jij bent die ander. Jij bent ook bang. Ho, ho. Ja, maar jij moet nog gaan slapen. Als jij nou dan hier gaat slapen. Oh, dat durf je ook niet. Nee, nee, je hoeft niet te schoon te maken. Je moet... Om aanmoediging vragen. Ja, er is een lampje inderdaad. Maar er is ook weinig saldo. Oh, hij heeft er wat van gekregen. Verstop je onder de laken. Dus misschien val je nog in slaap. Jij bent toch al wakker genoeg. Ga maar, waar is de wc nu? Die is nu hier. Paniekerig poepen. En dan zit hij weer gewoon heel relaxed met zijn voeten gewoon bij dat monster onder het bed. Waarom doe je moeilijk?
Je kan het er gewoon verstoppen onder de lakens. Oh, dat kan niet op een stapelbed. Nou, ga jij dan nog maar weer even verder aan je project dan. Was dit de jouwe? Ja. Dan halen we je over een uurtje weer naar binnen. Eerst helemaal flippen en dan gewoon gaan zitten met zijn voeten ertussen. Nou, daar moet ik niet aan denken hoor. Jij bent ook nog steeds bang. Ga maar douchen. Had jij nog huiswerk? Heb je al gedaan. Helemaal top. Oh, dit is een zeemeersim. Dan mag jij ook al aan je project. Pak ik nou gewoon elke keer random de goede of pak ik gewoon... Ik kan gewoon bij elke random die ik pak zorgvuldig beginnen te werken. Maar dan weet ik toch niet meer van wie welke was. Nou ja, boeien. Ik hoop dat hij er zelf credit voor krijgt en niet zijn broer of zijn zus. En anders dan is die broer of zus ook snel uit huis. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik hou me niet bezig met de volgorde of zo. Als Burg op een gegeven moment eerder is dan Aals, dan is het ook prima. Gewoon lekker weg. Vrolijke vriend. Trek even je winterkleren aan. Oh, is hij nou ook nog gespannen door de sneeuwstorm? De verantwoordelijkheid van Denemarken valt binnen het bereik om verantwoordelijkheid te verdienen. Nou, top. Buiten te zijn tijdens een sneeuwstorm. Ik ben niet zo lief voor die kinderen. Binnen is het zalig rustig. Oh, er ging iemand op de plaat. Hallo. Ja, ik snap dat je het koud hebt als je dat aantrekt. Oh, wee als er voor mijn deur een dooie valt, hè? Oh, trekt hij ze terug? Trek je terug. Ga weg. Ga weg. Echt, doe je jas aan, nou. En dan ook nog gewoon hier zo'n heel stuk open. lekker tochtig. Trek je terug. Stom monster. Oeh, het gaat niet zo lekker met jou. Plassen. Douchen. Hoppatee. En eten. Nou, als we eerst even die prullenbak even stukjes en beetjes opduiken, dan kan de rest erbij hebben weer aanrechtvrij. Denemarken is lekker bezig. Is het monster onder het bed al weg? Nee. Kan die moeder ook sproeien? Ja, doe dat ook maar even. Wie weet helpt het. Dat is wel apart, want die moeder sliep. Dus die heeft helemaal niks meegekregen van de paniek voor de kinderen. Maar je kan dus wel het monster onder het bed wegsprayen. Waarom hoorde ik gelach? Ik dacht even dat ik Vladislaus hoorde. Of is er eentje aan het lachen in zijn droom? Dat kan natuurlijk ook. Dat doen ze soms ook. Als ze verdrietig zijn, dan gaan ze ook altijd een beetje piepen als ze slapen. Zo. Kijk, lekker bezig, Canada. Ja, top. Dan kan die er nu in. En die er nu in. En die er nu in. En dan mag jij even weer... doe maar culinaire maaltijd dit keer. Laten we... kip, salty, bokka. Hoppatee. Oké, er is onder het bed gespreid. Monster is weg. Jij mag gaan slapen. En, oh, jij moet slapen. Maar eerst even plassen en dan slapen. Zo. En de baby uit. En nu is de peuter ook wakker. Oh, de peuter moet sowieso wakker worden. Kan de peuter zelf wel op het potje? De peuter kan zelf wel op het potje. Ook al is hij vies, maakt niet uit. Oh, hij liep even zijn naakje. Wisseling van de wacht. Ja, echt hè. Dat is wel een manier om te overleven. Gewoon niet zorgen dat ze allemaal tegelijkertijd wakker zijn. Gewoon elke keer een paar laten slapen. En dan hoef je ook maar op een paar te focussen. En wat moet de peuter nog meer? Fantasie.
Het is echt alleen nog een potje fantasie. Waar is die tablet? Waar is die tablet? Heb je die in je zak? Ja. Dan mag jij met Olama tekenen. Ga slapen. Staat die stoel in de weg? Gaan we moeilijk doen om die stoel daar. De trap is hier, niet hier. Daar moet hij gewoon in kunnen komen. Wat? Nou, ga dan maar... Nee, die baby huilt, dat werkt ook niet. Wat is dit? Waarom kan je er niet in? Oh, die moest ik niet hebben. Ik moest de stoel hebben. Daar. Ik snap dit niet. En als ik mijn move objects cheat aanzet. Zo. Kan je er nu wel in? Nee, niet. Oh, wacht. Is het misschien die deur? Kan je wel de kamer in? Nee, je kan wel de kamer in. Kan je hierheen gaan? Ja, dat kan je. Nou, dan ga je nu gaan slapen. Wat is dit? Nou, er komen er toch twee uit bed. Pak dan maar dat bed. Ik snap er niks van. Dit is... Ja, dit vind ik echt maf. Nee, we gaan niet om advies. Je gaat even super efficiënte babyverzorging doen. Jij mag namelijk plassen. Ik denk dat het wel belangrijker is dan adviesvragen op dit moment. Ligt het aan het bed eronder? Ja, maar het is gek, want deze pakt hij wel. Dit is precies dezelfde opstelling. Precies hetzelfde soort bed wat eronder staat. Dus ik snap het niet. Wat ga je nou weer doen? Nee, een sneeuwmaatje maken. Je hebt wel plezier nodig. Ga maar even hiermee oefenen dan. Dan hebben we deze dochter. Die moet eten. Jij mag een portie oppakken. Sinds wanneer is het oppakken? Het was toch altijd een portie pakken? Of valt het me nu pas op? Jij bent al aan het eten. Die slaapt nog. Wat doe jij? Slapen. Oh, je was al wakker. Sorry. Verkeerde kind. Maar je bent wel helemaal happy. Al die kinderen lijken op elkaar. Ik heb ook alleen maar kinderen met bruin haar. Ja, aan beide zijden zou ik kunnen doen, maar dat vind ik ook weer een beetje zo gek. Ik vond het juist mooi, ja. We kijken er wel naar als we weer geld hebben. Dit is niet jouw project. Ga maar aan dit project werken. Kleed je je eerst aan of ga je in pyjama? Ja, goed zo. Wat gebeurt hier? Hallo. Hoi Kira, welkom. Wat gebeurde daar? Dat was echt apart. Die mag in de koelkast. Jij bent klaar met eten. Jij mag gaan plassen. Oeh. Die mag even verkocht worden. Dat mag jij wel doen, want jij bent het snelst klaar met je ding. Helemaal top, joh. En Wendy, welkom. Hoi, boy. Kim. Aals moet over een uur naar school. En ja, ze moet allemaal naar school. Heerlijk. Rust in de tent. En kijk, geld. Waarom zit jij nou weer te miepen? Je hebt het koud. Nou, je gaat toch zo naar school. Neem nog maar even een lekkere douche. Dan stink je niet op school. Zat hij nou een vuilniszak weer te knuffelen? Oh. Wie staat hier? Evie Delgato. Dat kapsel, waarom hebben ze dat beschikbaar gesteld voor kinderen? Dat kapsel ziet er echt... Ja, ik weet niet hoor, maar ik vind dit echt zo'n kapsel voor volwassenen. Of voor bejaarden. Of voor de jaren 50. Maar niet voor nu, voor een kind. Ziet er zo oudbollig uit. Mini Beatrix in de dop. Omdat er ook tuttige kinderen bestaan. Ja, maar zo tuttig? Dit is... Ja. moet jij nog iets speciaals doen?
Nee, ga maar plassen. Ik zou het zelf ook niet kiezen, nee. Dat kapsel is zielig. Ik wou dat ik, als ik, hoe heet dat spel, Jenga? Als je dan verliest, dat je gewoon een beetje zo doet en dan gaat het roep en dan staat het weer. Dat zou toch briljant zijn? Oh, ze gaat schoonmaken uit zichzelf. Goed bezig. En dan nog, dat nog voor een luie sim ook. Is vandaag... Nee, er is vandaag geen nieuwe update. Er komt wel een nieuwe update. Hebben ze dat al gedeeld, wanneer die datum is? Wat wil jij doen? Nog steeds je plezier. Ga dan verder oefenen. Ja, naar school. Jij mag naar school. Ja, naar school. Ach, je energie is prut. Jij mag naar school. Burgaamsteden gaat naar school. Goed zo. Ah, het is bekend. Oké, ja, de update komt morgen. Maar ik wist niet of het al bekend was in de community. Morgenavond, 7 uur, dan komt die patch update. Oké, ik laat je nog heel even liggen. Ja, ook naar school. Hoe gaat het met Peuter? Gaat nog niet heel hard, hè? Werk aan die fantasie. Hebben wij al die vrolijke vent van Meepucky? Ja, hier staat hij. Een vrolijke sms sturen. Oh, we zijn weer te lang buiten. Bianca ook nog. Ik ben benieuwd wat er allemaal voor leuks in zit. Ja, er is wel een livestream geweest van de Sims gisteren. Ik heb hem niet gezien. Maar ik weet wel dat je likes en dislikes gaat krijgen. Dus iets wat je Sim heel erg leuk vindt en ook iets wat je Sim stom vindt. Dus je kan je Sim nog unieker maken. Dat weet ik. En ik hoor dus nu van een nieuw kapsel. Maar voor de rest heb ik me er nog niet in verdiept wat er allemaal in gaat komen. Ga even die vriend een sms sturen, joh. Nee, we gaan niet... Oeh. Bezoek van het schoolhoofd. Vandaag krijgt de klas van Canada bezoek van het schoolhoofd. Iedereen kan zich maar beter gedragen en de les niet verstoren. Helaas heeft de leerling die achter hem zit besloten om hem met iets te bekogelen. Moet hij het negeren of hem vragen te stoppen? Eerst in de chat. Oh ja, die haarkleur inderdaad. Meer haarkleuren. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Maar gaat... Gaat Canada negeren of gaat Canada aan het kind vragen te stoppen? Gouden meisje zegt negeren. Zo. Canada kijkt strak naar het bord in de hoop dat het kind ophoudt. In plaats daarvan schiet het kind een papieren propje af dat recht voor de voeten van de docent terechtkomt. Uiteindelijk raakt iemand anders in de problemen en ziet Canada er onschuldig en leergierig uit. Nou, was dus een goede keuze. Ga hem even kletsen. Waarom zie ik daar een heel klein rood streepje? Hij is toch niet boos, hè? Jij hebt honger. Oh, prullenbak zit alweer vol. Nou, je hoeft niet te zweven boven de prullenbak. Leg die move op, checkscode. De vierkante banken, is dat van de patch of is dat van het pakket? Nee, dit wilde ik niet. Wel leuk, deuntje, maar... gaan die feestdag schrappen, want anders gaan ze niet naar school. En ik wil wel dat ze naar school gaan. Ja, ik dacht van het pakket, ja. Anders zou het pakket wel heel magertjes worden. Ga maar weer op het potje. Het roze slabbetje. Denemarken zit tijdens de pauze naast een nieuweling als ze iets roze in zijn tas ziet liggen. Is dat een slabbetje? Hij lacht een beetje ongemakkelijk en zegt dat hij per ongeluk de tas van zijn kleine zusje heeft meegenomen. Dan valt het slabbetje en kan iedereen het zien oprapen of het gewoon negeren. Wat gaat Denemarken doen? Gaat Denemarken het oprapen of gaat Denemarken het negeren? Eerst in de chat. En Bianca zegt we gaan het negeren.
De lunch is bijna afgelopen als de pestkop van de klas het slabbertje op de grond ziet liggen. Hij kan niet wachten om de kleine baby te vinden die hem heeft laten vallen. Maar de nieuweling zegt niets en Denemarken ook niet, die zojuist een nieuw maatje gevonden heeft. Ah, oh, schattig. Je was net eerder, Bianca. Wat een rust. De baby is stil. De peuter kan elk moment opgroeien. En ja, moeder zit hier maar een beetje. Ga nog maar even kletsen. Gezellig. Dan mag je daar het potje wel schoonmaken, want het is ook wel hoog nodig. Oh, ja. Björn! 9 maanden! Wow. Twitch baby. Hoe heet de Twitch baby? En welk kleur vlaggetje wil je? Rood. Dankjewel al. 9 maanden. Hier is die. Het rode vlaggetje van Björn. Thanks voor je subje. We gaan die erbij steken. De derde rode ben jij in het potje. Gaan we weer. Maar Twitch baby, hè? Hoe heet de Twitch baby? En moeder kan ondertussen op de lopende... Hebben ze net lopen fitnessen? Ik heb niks gezien. Goed zo. Die mag daarin. Die mag in de prullenbak. En die mag in de prullenbak. En die mag in de prullenbak. En dan kan je het waarschijnlijk nog een keer doen. Zo. Die putter. Hey, hallo, wat zijn we aan het doen? Putter. Ja, je moet slapen, maar dat wil ik niet. Want het is allebei zo dichtbij. Gaan we meer weer, hoe heet het? De lama tekenen. En dan mag dit weggegooid worden. Dag, Huub. Het is goed met je, Huub. Doei, Huub. Ik vind het zo gek. Ik heb vrij weinig te doen. Ja, we kunnen wel schilderen voor geld. Laten we een groot klassiek schilderij doen. En dan ondertussen gewoon wachten tot die peuter kan opgroeien. Ik zit trouwens weer heel dom dit te vergeten. Jij gaat niet zo lekker. Jij bent in het rood. En jou doen we hartstuderen. Zo. Bianca zegt, ik wou net zeggen, ik zou proberen een beetje centen binnen te harken. Ja, ik moet gewoon even wennen aan de rust ook. Dat je gewoon denkt, we hebben maar één peuter. Ik vergeet die baby ook, want het is een lekkere rustige baby. ja, we kunnen ook wel even weer een kikker fokken. Met die... Oh, we hebben een nieuwe. Een bloembolkikker. Oeh, 160 simoleons. Nice. Hey, Mr. Chippy, welkom. En Romy is er. Die tieners werken ook, maar hun baantjes in het weekend. Zodat als ze door de week uit school komen, dat ze meteen aan hun huiswerk kunnen voor de volgende dag. En in het weekend hebben ze voor de rest niet zoveel. Dus het baantje wat de tieners hebben is op zaterdag en zondag. Zijn ze ook weer even de deur uit? Dan heb ik ze toch elke dag even de deur uit. En Bianca zegt, ik zag ergens in een andere video dat je ook een club kan aanmaken en daarmee kunt gaan schilderen. Ze laten dan allemaal het schilderij bij jou achter. Maar dat voelt een beetje als vals spelen. Het is wel sneaky, maar ik denk toch dat ik het echt op eigen kracht wil doen en niet andere Sims. En weet je, dan kan je net zo goed je kinderen in een kelder stoppen en alleen maar laten schilderen. Dat soort trucjes. Kijk, moeder heeft wel een niveau omhoog. We moeten ook nog even kijken of we binnenkort toch kunnen gaan sparen voor die computer of voor die laptop. Zodat we dat fopsie kunnen doen. Want het was zo sneu dat we die de vorige keer niet konden verkopen. En ja, die gaan we wegdoen. En die gaan we wegdoen. En dit robotonderdeel gaan we ook wegdoen. Zo. Hebben we weer wat geld. Het is zonder cheats. Haha, kunnen al die papa's nog een keer nuttig maken. Zie het als alimentatie.
Wat is dit? Ik vind nou niet echt een heel erg klassiek schilderij. Nee. Die is bijna vol. Zit hier een kat voor de deur te mekkeren? Nog heel even is het gedaan met rust. Want dan komen de kids weer thuis. Ja, als je genoeg punten hebt, kan je ook een geldboom kopen inderdaad. Ik weet niet hoeveel punten we hebben. Dat is de verkeerde. Oh, ik moet een kind helpen met schoolwerk. De levensstijl abracadabra poe. Een vreemdsoortig drankje dat het leven van een sim volledig op zijn kop kan zetten en nieuwe mogelijkheden te creëren. Oh, dat zijn die omdat ze bijvoorbeeld heel lang buiten is, dat ze opeens graag een buitenmens is of zo, dat soort dingen. Slaapvervanging, altijd welkom. Dit is ook wel handig. Dat ze altijd tegen de kou en de hitte kan. Gratis diensten. Die wil ik. Daar gaan we meteen even gebruik van maken. Huishouden. Een dienst inhuren. Hoppatee. En dan nemen we een regelmatige schoonmaker. Om het zelf niet meer te doen. mag je die container van Ecoleven gebruiken? Waaronder baby challenge. Dan kan je naar deals duiken en dingen weer verkopen. Ik weet het niet. Omdat het natuurlijk. Ik weet niet of die regels zijn toegevoegd. Maar ja, het is gewoon een koopmodus item, toch? Maar ik weet niet. Ik wil hier uiteindelijk een heel mooi huis van maken. Oh, gosh. En ziek en buiten in de sneeuw slapen. Kijk, fantasie niveau 3. Topkind. Nog even op het potje. Hier, hulp aan moeder vragen. Misschien gaat het sneller als je hulp krijgt. Oh. Ze komen allemaal weer thuis. Ze zijn allemaal weer thuis. Maar ik zag... Ik klikte heel snel, maar ik zag ergens een 10 staan. We hebben een verjaardag. Oh. Er moet er één plassen. Er moeten er twee plassen. We hebben maar één toilet. Wie is er eerst? Niemand. Ze lopen gewoon naar binnen. Wie moest er zo nodig plassen dan? Valt ook wel weer mee. Ga maar plassen dan. Zo dichtbij. Maar hij moet niet zo nodig. Dat is een beetje jammer. Ze hadden het gewoon mega koud. Oh, ik dacht dat... Nee, maar dit is toch het plassenloopje? Oh, peuter is boos. Peuter is boos. Peuter mag hierna gaan slapen. Want ik denk niet dat hij het redt. Heel misschien wel. Maar er is er volgens mij ook nog een andere die jarig is. We moeten even een taart maken. Ze komen allemaal zo binnen. Als ze eenmaal binnen zijn, gaan ze normaal lopen. Maar dit is toch het loopje van ik heb het koud? Waarom lopen ze met de knietjes allemaal zo tegen elkaar? Dit is ook een hele mooie hoofddeksel, dit. Oh, moeder heeft een levensstijl verdiend. De Sims Sim levensstijl. Oh, die hebben we ontgrendeld. We hebben hem nog niet... Maar er stond toch verdiend? We moeten hem eerst nog vrij spelen voordat we hem krijgen. Maar er staat verdiend. Oh, ontgrendeld alleen. Oké. Okay. Ik dacht, ze heeft nu die levensstijl, maar die heeft ze dus niet. Peuter gaat slapen. Moeder mag eerst zelf ook wel verplassen. En dan mag jij een taart gaan maken. En dan doen we... We hadden vorige keer een hamburgertaart, doen we nu wel een witte taart. Want het sneeuwt! Jij mag wel even een dutje gaan doen. Of even slapen. Jij mag sowieso gaan slapen. Hierbij is... Die keek er nou weer naar dat ding. Oh, jouw plezier is niet zo gezellig. Dus ga maar hiermee spelen. En jij slaapt. En dan hebben we jou nog. Jij bent aan het douchen. That's right, that's right.
That's right, that's right, that's right. Voor 6 maanden erbij. Ja, hè? Heb je hem nu alweer? We hadden toch vorige keer vlaggetje geschreven? Oh, nu staat er 11 maanden geabonneerd. Ik snap er niks van. Epica heeft bijna elke stream al niet meer. Oké, nou dan gaan we gewoon een vlaggetje schrijven. Even kijken hoor, zit hij er nog in? Oh ja, ik zie het. Maar hier staat een 10 op de achterkant. Dus dan gaan we een nieuwe. Je mag een nieuwe schrijven, Epica. Dat verlengen pakt hij niet. Oh, dat pakte hij dus de vorige keer niet. Ah, oké. Nou, hier is hij. Dankjewel in ieder geval voor je subje. En een groen vlaggetje voor Epica. Bijna 1 jaar. Dit was je laatste keer gewone That's Right. Hierna krijg je, over een maand krijg je een ander deuntje. En hij zit erbij. Thanks. Als je vlaggetjes hebt, gooi ze in de chat. Gooi allemaal leuke emotes in de chat. Voor Epica en natuurlijk ook nog voor Björn en voor Sharon die ook vandaag geabonneerd zijn. Allemaal leuke feestelijke emotes in de chat. En dan gaan we meteen door met het feestje. Want we gaan een verjaardagstaart maken. Ik heb geen idee wie er allemaal jarig zijn trouwens. Heb jij een 10? Nee! Dory. Ze is zelfs achteruit gegaan met haar schoolprestatie. Aalst. Werk eens mee. Je hebt ook een 8. Kijk, we hebben, wie ben jij? Canada heeft een 10. Denemarken heeft een 8 nog steeds. Die heeft een, alleen Canada is jarig. En dan de peuter als die jarig of als die wakker wordt. En Madelief 024, dankjewel voor het volgen. Welkom. Maar de peuter, als hij wakker wordt, gaat hij potje en dan daarna ook meteen opgroeien. 2-jarige dan nu. Dit is wel gezellig, zo kletsen. Oeh! Een gevoel verdiend. Fijn dat je mijn lama-grappen jou nooit vervelen. Jij begrijpt me gewoon. Maar ondertussen komt... Wie ben jij eigenlijk? A, B, C, D, E, E is Eritrea. Eritrea komt voor advies. Ik wil ninja worden als ik later groot ben. Wat moet ik nu doen om dat te bereiken? Oefen je verstoptechnieken? Koop een ninja pak of zoek een ninja om je te trainen. Eerst in de chat. Zeg het maar. Wat moet Eritrea... Wat zou moeder aarde antwoorden bij Eritrea? Jeetje, Epica. Nu loopt hij tot 26 november. Dat is zo gek. We hebben net een meivakantie gehad. En het is gewoon tot en met de herfstvakantie is Epica nu geabonneerd. Even kijken. Wendy zegt kopen. Die was als eerste. Koop een ninja pak. Empathie neemt toe en de manieren nemen af. Ze krijgen eerder een 10 als je de vaardigheden doet en elke keer hard laat studeren. Ja, maar we hebben er nog één. Nog eentje. Ik weet niet wat ik wil zijn als ik later groot ben, maar al mijn vrienden lijken het wel al te weten. Hoe kom je daarachter? Kies iets wat je leuk vindt. Geen zorgen, je hebt alle tijd. Of studeer voor een goed betaalde baan. Oh, kijk. Ja, het scheelt wel korting inderdaad. EPK heeft nu voor 6 maanden geabonneerd en blijkbaar hoef je dan maar 5 maanden te betalen en krijg je de 60 gratis. Ik vind het zo'n gek idee. Even kijken. Raoul zegt, kies iets wat je leuk vindt. Emotionele beheersing neemt toe en de conflictoplossing neemt af. Ze was al zo lekker vriendelijk. Honger. Pak maar een klikje. En ga dan... Nee, we hebben gratis diensten. Stop heel even met die ding. Ik wou zeggen, iemand mag even dat ding gaan fixen, maar... Zolang moeder niet zwanger is... Oh, ze was al klaar. Oh. Dan klik je op iets anders. En dan gaat hij weg. Komt dus... Nee, maar de schoonmaker komt. Ik heb de melding niet meer gelezen. Even kijken. Reparatie, 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 reparatie. Daar... Zo te zien ben ik helemaal klaar hier. Dat is dan 0 simo. Oh, misschien, hij is blijkbaar geweest, maar was op dat moment alles schoon. Dat kan ook. Ik heb hem ook niet gezien. God, waarom zo kieskeurig? Hallo, Cutie. Wat een leuke spelling. Een raid van Cutie met 10 anderen. Welkom. Hoe was je stream? No Place Like Home. Dat spel ken ik niet.
Waar gaat het over? Heb je een leuke stream gehad? Maar welkom iedereen. Ik ben Kim. Ik stream het meeste Sims. Soms ook andere dingen. Dat vind je in de panelen hieronder. En nu zijn we een 100 baby challenge aan het doen. En Kjoetje zegt goed hoor. En hoe gaat het met jou? Ja, hier gaat het goed. Ik heb tot nu toe gaat het rustig met alle stress. Ik heb de stressvolste periode toch wel gehad al. En No Place Like Home is een beetje zoals Stardew Valley. Farm en zo. Oh, oké. Okay. We gaan ondertussen verjaardagen vieren. Wij hebben... Ik speel de 100 baby challenge met topografische namen. Dus we hebben Canada, die vandaag jarig is. Die mag nu een wens gaan doen. En ook bedankt voor het volgen. Oeh, daar is het clip. Ja! Oh nee, is dit Vesmo? Was dat Vesmofobie? Ik dacht dat dit niet deed. Toen ik begon met mijn stream kreeg ik een foutmelding. Dus ik denk, oh die clipjes doen het vandaag niet. Maar ze doen het dus wel. Vesmo lijkt mij dus echt helemaal niks, hè? Zo'n schrikspel. Even kijken. Canada is een tiener geworden. We krijgen de eigenschap hout van buiten. Maar wie kiest er als eerste een doel? We hebben dieren, sportief, creatief, afwijkend, gezin, voedsel, fortuin, kennis, locatie, liefde, natuur, populariteit of Star Wars? Ja, Vesmo. Ja, no way dat ik Vesmo ga doen. Ik schrik veel te snel. Wendy zegt natuur. Natuur, natuur. En dan hebben we 7 opties. Eco, innovator, hengelpro, de curator, de jungleverkenner, de freelance botanicus, de brouwselleverancier of de natuurliefhebber. Bianca gaat er vandoor. Thanks for your luck, Bianca. Wel nog een kale Kim, zie ik. Oh ja, ja, ik moest even lezen voordat ik dacht, wat zeg je nou? Ja, ik ben nog veilig. Maar pas op, EPK. Straks breng je mensen op ideeën. Maar Madelief zegt vis. Een hengelpro. Hoppatee. Canada houdt van vissen. Zo te zien kan ik vandaag niks voor je doen. Hallo, er is hier een douchestuk. Nee. EPK. Je hebt Goudriam op ideeën gebracht. De Nederlandse bril. Nou ja, voor de mensen die dus net zijn binnengekomen met de raid. Een van mijn kanaalbeloningen. Die, als je met je muis over het scherm beweegt, dan zie je een kassa-icoontje. En je spaart dus tickets bij mij. En een van die beloningen die je kan kopen met de tickets is dus verkleedpartijtje. En nou moet ik de Nederlandse bril gaan zoeken. Die ligt onderop. Molenbril. Nee. Over de molenbril gesproken trouwens. Het is natuurlijk een emote van mij, de molenbril. Er komen binnenkort nieuwe emotes aan. Ja, het zijn dus niet kanaalpunten. Het is van Streamlabs. Maar er komen binnenkort 3 nieuwe emotes aan. We hebben natuurlijk het pulshartje. Die krijgt een makeover. Dit hartje krijgt binnenkort een makeover. Van dezelfde emote-maker die dus onder andere mijn molenbril emote heb gemaakt. En dan komt er een lol emote. Ik vind serieus confetti in de mand. Mijn verjaardagstream was echt te lang geleden om nu nog confetti terug te vinden. Maar ja, het pulshartje krijgt een makeover. Wat had ik nou nog meer? Er komt een nieuwe ruby emote voor mijn bit emotes. En er komt een lol emote van mezelf. Nou, maar ik moet nog even wachten. Als je al een beetje wil weten hoe ze eruit zien, dan kan je het in mijn Discord server bij aankondigingen. Daar had ik ze al gedeeld te schetsen. Maar ik moet nog wachten totdat de kleuren helemaal definitief klaar zijn. En dan worden ze toegevoegd. Dus ik hoop wel dat het deze maand nog gebeurt. Ik hoop dat de rest me met rust laat nu. Oeh. Had ik Canada nog niet bewonderd. Dit is Canada, jongens. Met een neuspiercing. Hij heeft een beetje vreemd jasje voor een tiener. Maar ja. En voordat mensen taart gaan vreten, even weer verjaardagskaarsjes toevoegen. En dan mag jij wel even de douche gaan fixen, aangezien jij hem gesloopt hebt. Je kan ook met je toverkind, als die Inferno en Repreatio heeft, als kracht geld verdienen door een heel duur voorwerp in de fik te steken. En dan krijg je geld van de verzekeraar. En vervolgens repareer je het voorwerp weer. Lianne! Twitch baby, kimpulhart, kimpulhart. Twitch baby, 2 Twitch babies vandaag. Ja, nou, hoe heet de Twitch baby? Ja, het duurt nog wel even tot de zet van Zweden. We hebben nu, welke letter zijn we nu?
Hoe heet die laatste? Griekenland. Ja, ik had ook al een Twitch baby met Björn, maar nu ook een Twitch baby met Lianne. Hoe heet onze Twitch baby? En welke kleur vlag wil je? Een blauwe. Hier is jouw vlaggetje. Allemaal weer leuke vlaggetjes en andere feestelijke emotes in de chat voor Lianne. Ja, mijn geel is op. Ik weet het. Maar ik ga volgende week kijken of ik weer... Hallo? Ja, volgende week kijken of ik weer nieuwe lading vlaggetjes kan halen. Ik heb echt nog maar 3 kleuren. Het is heel sneu, ik weet het. Je moet ook weer nieuwe oase hebben, zie ik. Het brokkelt helemaal af hier. Al die gaatjes. Maar jouw vlaggetje staat erbij. Thanks voor je subje. Verder. Douche wordt gefixt. Peuter. Wordt wakker. Op het potje gaan. Ik vergeet die hele baby trouwens. Wanneer is die baby jarig? Nee, serieus? Hier is Griekenland jarig. Want als je die melding krijgt van je baby is jarig, dan mag je hem opgroeien, weet ik. Maar ik zie hem er nog niet bij staan. Dus ik denk dat ze... Oh! Oh. 50 minuten geleden. Ik zit lekker in mijn focus, maar niet heus. Nou oké, okay. We gaan Griekenland ook opgroeien. Ja, die melding had ik gemist. Maar dat is ook zonde, want ik heb dus al 50 minuten aan tijd gemist om te werken aan de vaardigheden van Griekenland. Die had nu al misschien, weet ik veel, lopen of zo op niveau 2 kunnen hebben. Dat is zo zonde. Moeder slaapt. Nee, je mag Griekenland gaan opgroeien. Oh, echt. Kom er maar uit, kom er maar uit, kom er uit. Hoepatee. En Griekenland wordt nieuwsgierig. Kijk, denkvaardigheid sneller ontwikkelen. Zijn gelukkig wanneer ze iets leren. Dat is top. En hoe ziet Griekenland eruit? Oh, wat een cutie. Hé, hey, andere oogkleur dan mama. Dat vind ik leuk. Wat een scheetje. Hoi, Miss Divi, welkom. Het wordt wel druk in huis nu. En schiet jij eens op? Dat kleine beetje nog, 90%. Die mag verkocht worden voor geld. En dan mag moeder wel weer gaan slapen, want dan laten we gewoon een van die kinderen opgroeien. Heerlijk, die tieners die allemaal met die kinderen spelen. Jij mag trouwens even alvast een baan. Hier, werk. Een baan vinden. Want, wat was het werk ook alweer? Ja, babysitter. Want het is op zaterdag en zondag. Dan hebben ze gewoon door de week school. En in het weekend kunnen ze hun ervaring met hun broertjes en zusjes inzetten. Wat ga je doen? Sneeuwmaatje, maar aan jou hoor. Oh, kak. Ik moet hier natuurlijk ook rekening mee houden. Wat gebeurt er eigenlijk? Even kijken hoor. Zeemeersims kunnen niet te lang droog blijven zwemmen. Baderen of zelfs een slokje water helpt allemaal om de hydratatie weer aan te vullen. Niet dat ik het nu wil gaan testen eigenlijk. Want ik wil niet dat ik straks weer een kind eraf moet halen omdat hij dood is. Ik ben bang dat dat gebeurt namelijk. Moeder slaapt. Dan hebben we Aalst. Aalst is niet gelukkig. Waar is Aalst? Daar. Trek jij even. Ik snap wel, als je bedorven voedsel bijdraagt, dat je dan niet gelukkig bent. Dan mag je je winterse outfit aandoen en dan mag je even lekker. Ze voelt zich te ongemakkelijk. Waar ben jij? Heb je hem geleerd? Nee! Nog een keer. Gewoon nog een keer. Je gaat gewoon nog een keer potje. Kan me niks schelen dat je het niet hoeft. Ik wil je op laten groeien. Want dan kan je nog morgen naar school. Als we op tijd je verjaardag vieren. Over huiswerk, over school gesproken. Jij moet huiswerk gaan maken.
Hoe gaat het met jou? Prut. Die stapelbedden zijn uitkomst. Als ze zouden werken. Want deze doet het nu niet. En ik weet niet waarom. Het is heel frustrerend. Oh nee, we hebben weer zo'n figuur in de tuin staan. Ja, het is goed met je. Ga je nou je huiswerk eens maken? Goed zo, gewoon huiswerk maken. Wat ga jij doen? Nee, ga maar eten, want jij hebt honger. Wat gebeurt daar? Ja, je hebt niveau 3. Ik zag het. Niveau 3, top, opgroeien. Wie stond er niks te doen? Jij staat niks te doen. Huppatee. Jij mag helpen met kaarsjes uitblazen. Onze kleine Fuerteventura. Komen ook Mien aan? Ik weet niet wat je bedoelt, Evika. Zo. Ik ben bang dat dit huishouden niet in overeenstemming met de volgende buurtactieplannen handelt. Groentuinieren en schone energieproductie. Ja hoor, weer stijging in de rekeningen. Volgens mij moet ik ook even kijken of we überhaupt rekeningen hebben. Zo, voelt zich eentje hier niet helemaal lekker. We hebben de eigenschap. Nerd. Met. Wordt het creatief, mentaal, motoriek of sociaal? Met toversimmuziek. Oeh. Even kijken. Fuerteventura is van wild nu een nerd geworden. Dat is een hele bijzondere switch. En Brit zegt als eerste motoriek. Hoppatee. Oeh. We hebben een blond kind. Eerste met een andere haarkleur. Oh gossie. Hier, één taart. Alsjeblieft, nu mag je taart eten. En jij ook, want jij hebt honger. Zo. Oh, de relaxte vibe die ik in het begin van de stream had, ben ik nu wel een beetje kwijt. Want het begint echt, troep. Troep. Heel veel zijn niet gelukkig. Hebben hun huiswerk niet klaar. Hier, jij bent niet gelukkig. Maar als je klaar bent met het huiswerk, mag je wel gaan slapen. Hoe gaat het met jou? Jij moet ook slapen. Dus ga maar slapen. Griekenland heeft de denkvaardigheid geleerd. Goed, zo. Maar je bent ook moe. Ga maar slapen. Je hoeft niet zo te piepen. Gewoon gaan slapen. Weer een kat voor de deur te mekkeren. Oh zo, reed hem bijna aan. Zag je niet dat? Bijna die kat omver gereden. Hoor dat kind. Ja, slapen. We hebben nou niet meer genoeg bedden. Dat is een beetje kak. Kijk, alle bedden zijn bezet. we hebben wel wat geld, maar ik wil eigenlijk even wachten. Het ziet er toch uit als ik een moet plassen loopje. Ga maar plassen, niet dat je moet. Misschien een tv of een pc of zo. Ja, ik wil sowieso wel eerst even ook kijken voor bedden. Ik weet ook niet wat met dit bed aan de hand is. Volgens mij deed hij het de vorige keer wel. Ga het eens proberen. Nee. Ik snap het niet. Hoe gaat het met jou? Ja, jij hebt genoeg energie. Kom jij er maar uit. Dan kan jij in dat bed slapen.
mag jij een klikje pakken. Ja. Jij bent aan je huiswerk helemaal top, jongen. Een krolse kat buiten. Ook gezellig. Ja. Moeder, ik moet de moeder hebben. Welke was 160? Even kijken. Ze is heel flirterig. De bloemkoolkikker was 160. En we hadden er ook een van 125. Dat is deze. Dus gaan we die fokken met die bloemkoolkikker. En we hebben er weer een nieuwe. Oh nee, niet. We hebben... Kijk. Hoppatee. 160 simoleons. Thank you. Heb ik al geprobeerd. De stoel stond eerst hier. Die heb ik toen hier gezet. En nu staat hij daar. Ik snap het niet. Iritree heeft zijn huiswerk af. Oh ja, daar moest jij nog mee helpen inderdaad. Ga maar douchen. Jij moet wel slapen. Hebben we een kind? Wat gebeurt hier? Dit gaat niet helemaal lekker. Jouw energie is goed en de rest is dikke prut. Dus als jij eruit komt, dan kan jij erin. En jij moet alles, zo'n beetje. Hier, plassen. En eten. En douchen. En plezier. Ja, ik weet dat je stinkt. Hoi, voetbalsims, welkom. Jij bent nu klaar met douchen. Jij mag weer gaan schilderen. Doe maar een flirtig schilderij weer. Ga daar niet spelen. Ik zei klikje pakken. Dat is niet zo moeilijk. Ja, lekker spelen op de wc. Lekker hygiënisch ook. Echt, pa. Waarom ben jij wakker? Ga slapen. Zo. Kijk, dit is te doen. Ik heb er nu maar twee die wakker zijn. Want als die klaar is met eten, dan mag die gaan douchen. Zo, die daarin. Stukjes en beetjes. En dan mag je daarna daarmee spelen. Zo. Oh, Buk schrijf je met een G. B-U-G. Is nog een Buk na die nieuwe pack? Nee, en Bugs worden niet opgelost met packs. Bugs worden opgelost met patch updates. Die komt morgen. Oh, je bent al klaar. Hier, verkopen. Maak er nog maar één. Maak een pop art. Hoppatee. Ook leuk. Ja, ik weet dat jullie het koud hebben, maar ik ga geen thermometer kopen. Want dan gaan die rekeningen helemaal omhoog. En over rekening gesproken. Nee, we hebben geen rekening. Oké, gelukkig. Ja, jij mag gaan spelen. Rust. Heerlijk. Nog een paar uurtjes. Dan gaan ze naar school. En dan wil ik even gaan investeren in het huis. Ze zijn echt de hele tijd ongemakkelijk omdat ze te koud hebben. Eet smakelijk, Brit. Oeh. Ik vind deze leuk. Wat een leuk schilderij. En ook nog eens niveau 4 bereikt. Dat is helemaal mooi. We hebben hier wel allemaal kleine beginseltjes van sneeuwmaatjes.
Het lijkt lichter te worden, maar het is 4 uur 's nachts. Het zijn denk ik gewoon de lampen. En Epica zegt, alles wat in de pack zit misten we nog, dus koop hem gelijk. Ja, hij gaat dinsdagavond meteen om 7 uur opkopen. Ja, oeh, 254. Hoppatee. Goed zo. Lekker verkopen. Maar jouw energie is laag. Hebben we iemand met... Kijk, jouw energie is goed. Kom er maar uit. Als jij die nog even schoonmaakt dan. Mag je daarna gaan slapen. En dan mag jij gaan eten, zo te zien. En even door voedsel weghalen. Wisseling van de wacht, opnieuw. Hoi Corine. Welkom. Ze zijn allemaal gespannen en ze hebben het koud en het huis is vies en ze zijn ongelukkig. Deze hier is heel verdrietig, wonderlikkend. Door wie is ze gekwetst? Kunnen we dat hier zien? Is het door Eritrea? Oh, ze is gekwetst door Eritrea. Waarom? Hoe is het? Ja, gaat wel goed. Lichtelijke stressmomentjes, omdat dat ik wilde eigenlijk Aals het huis al uit hebben. En toen kwam ze terug naar huis weer met een 8. En toen is de vaardigheid ook nog eens achteruit gegaan, zeg maar, als in er, dit pijltje stond net nog verder. En uitroepteken baby, als je wil weten hoeveel kinderen we hebben. Kijk, thanks Voetbal Sims. Een nieuwe baby erbij gaat vandaag helaas niet lukken. Jij mag wel even lekker oefenen. En jij... Oeh, het gaat goed met jou. Nee, we gaan geen sneeuw opscheppen. We gaan eerst even kijken of je huiswerk hebt. Waarom heb jij nog taart? Bedorven. Huiswerk maken. Hoe je vader... Hoe ik je vader dumpte. Nou, wat een toepasselijke boek voor deze familie. En verleiding bij de zee. Is dit het kind wat heet het jat? Wat zijn jouw eigenschappen? Ja, jij bent het kind wat heet het jat. Mag nu lekker huiswerk gaan maken. Wat ligt er in de tuin? Dit zijn al die schoolprojecten. We hebben op dit moment maar eentje af. Maar ja, dat zijn dus allemaal schoolprojecten. Oeh, jij bent ook vol van energie. Jij mag gaan douchen. Nee, ik wilde er maar één. Dan worden er meteen 3 wakker. Nee. Jij mag eten. En wie werd er nog meer wakker? Jij. Jij mag ook eten. Ik dacht, we gaan er weer eentje wakker maken. Gaan we die even een ding doen? En nee, er worden meteen 3 tegelijk wakker. Ik denk, dat was niet de bedoeling. Nog 2 uurtjes en dan zijn ze toch naar school. Dus even zorgen dat ze in ieder geval niet stinken en dat ze hun huiswerk af hebben. Want eten kunnen ze op school doen en plassen kunnen ze op school doen. Maar ja, de douche is nu bezet. Wie valt er flauw? Ik zie niemand flauw vallen, maar het was wel het deuntje van flauw vallen. Oké, jij hebt gedoucht, maar jouw plezier is prut, dus ga maar even meespelen. Wie ben jij? Jij bent Eritrea. Jij moet sowieso douchen, want er zit niet normaal in het rood. Hoe hard die stinkt. Ja, het lijkt net troep, maar dat komt omdat deze gesloopt is. En deze is ook gesloopt. Nou, hup, douchen. Kijk, zie je, ze moet over een uur al naar school allemaal. Jouw plezier is goed. Is jouw huiswerk? Extra werken doen, kansen doen... Makersburg Haamstede. Aalst. Hier. Opnieuw beginnen. Zo. Ja, dan wil ik ook wel dat je echt opnieuw begint, zeg maar. Ik wil dat je een 10 haalt vandaag. Oh, ze is nu wel geconcentreerd.
Met die helm er ook echt bij, hè? Die hele tuin wordt echt een bende met al die sneeuwpoppen straks. En al die geschepte sneeuw en die sneeuwengels. Straks kan ik helemaal niet uitbreiden, omdat er overal wat staat. Het spel doet het nu ook echt supergoed op de nieuwe PC. Oeh. Ja, ik moet er zeker hard laten werken aan school. Dus ze is nu even bezig met een schoolproject. Hopelijk helpt dat. Dan hebben we jou. Ja, jouw plezier is prut. Dan hebben we jou. Jouw plezier is ook prut. Dan hebben we jou. Jouw plezier is goed. Heb jij jouw huiswerk al gemaakt? Heb jij al gedaan? Oh, laat maar. Ze moet al naar school. Ze gaan allemaal naar school. Oh, wie staan hier? Even twee mensen die hier random staan te kletsen. We hebben Jade en Lotte. Oh nee, Epica is je switchstuk. Dat is echt naar. Dat is echt naar. Ik laat je nog heel even werken, maar dat gaat ze niet afkrijgen nu. Yes. Je moet toch echt naar school? Lenarga Pomeray. Starten. Oh, de switch van je meisje. Nou ja, dan hebben jullie in ieder geval nog jouw switch. Dus dan kun je nog wel er samen mee doen. Maar het is natuurlijk wel chill als je allebei een eigen hebt. Oh, wat gebeurt hier? Wat is dit? We krijgen serieus gewoon een concert voor de deur. Oh, tot zover het concert. Dit is wat anders dan een kerstkoor. Ja, ze beginnen een orkest. Ik vind het wel grappig, want dit is natuurlijk wel de eerste kamer die ik heb gemaakt. Dus als je hier zou staan, dan kan je gewoon zo naar buiten kijken en genieten. Oh ja, tuurlijk. Die peuter loopt in zijn pamper naar buiten. Ik weet niet wat je wil gaan doen. Wandelen en opwarmen. Opwarmen doen we binnen, vriend. En je hebt honger. Dus we gaan die even openmaken. We gaan even... Ja, het moet wel. Pak maar een stukje taart. Zo, dan kan die weer terug. Even tussendoor opslaan trouwens. Want dan gaan we zo even dat huis uitbreiden. En voordat we dat gaan doen, hard studeren. Hard studeren. Ik heb nu scheid aan iedereen zijn gemoedstoestand. Jullie gaan gewoon allemaal even hard studeren. En... Dan gaan we dat huis uitbreiden, want we hebben 800 simoleons. Daar kunnen we wel een kamer van bijbouwen. Zo. En dan een mooi lampje erbij. Voetstapjes hier. Dat was ook weer niet helemaal de bedoeling, maar oké. En Ambi Bambi denkt, hey, verkleedpartijtje. Oké, gaan we verkleedpartijtje doen. Het wordt de Flappergirl hoofdband. Ja, het is goed dat je het zegt, Miss Divi, dat ik inderdaad niet de deur vergeet. Dat ik heel leuk... Al het geld op zit te maken aan de binnenkant van het huis. En dat er dan geen voordeur meer is. Zo. Dus dan gaan we meteen investeren in de deur. En toen hadden we opeens bijna geen geld meer over. Ah, we hebben geen baby meer. Geld. Wieg. Hoppatee. Ja, ik ga je even lastigvallen. Bed gaat nu daarheen. Doei, bed. Ik wil hier uiteindelijk mooie dubbele deuren hebben. Het potje ook daar.
heb niet genoeg geld. Ik zet hem even daar neer. Wie weet dat hij nu weer even werkt. En dan kunnen we daarna kijken of we in de toekomst kunnen kijken voor een andere indeling. Voor de rest, ja, uiteindelijk wordt dit zeg maar de gang waar mensen binnenkomen. Dus ik wil wel dat dit de ingang blijft. En dat dit uiteindelijk de wc wordt, al mag die dan wel een tikkeltje groter, denk ik. Wat kunnen we daar nog neerzetten? Laten we kijken bij activiteiten en vaardigheden. Ja, ik ga geen dingen neerzetten die geluid maken, want hier staat nu een bed. En als je iets neerzet wat geluid maakt, dan gaan ze dat niet zo fijn vinden. We hebben nog eigenlijk alleen maar geld voor de meditatiedingen. Dan hebben we hier. Ja, we hebben al zo'n spelset natuurlijk buiten staan. De douche is wel donker. Hangt er geen lamp in de badkamer? Zo, gefixt. Nu hangt er wel een lamp in de badkamer. Ja, ik weet het niet zo goed. Het liefst wil ik natuurlijk even investeren in een computer uiteindelijk. Zodat we ook dingen via Fopsy kunnen verkopen. Want het zou me niks verbazen als dat meer oplevert dan als je gewoon dingen via je schildersezel verkoopt. En ik vind het ook wat realistischer. Die stoel staat hier heel random nu. Zo. Ik zit iedereen te irriteren. Want dat gaat nu daarheen, dat gaat nu daarheen. Ja. Even kijken hoor. Hebben we genoeg bedden? We hebben 6 mensen die bed nodig hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, 7. Want we hebben 1 peuter. Voor de rest is iedereen kind. We hebben helemaal niet meer genoeg geld voor een bed, zeker. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Ik laat het hier wel even bij. We hebben geld voor de volgende keer om verder te investeren. Ik vind het wel gek dat opeens die vorm nu heel anders is. Peuter moet op een potje. Nou, dat mag moeder even mooi aan Griekenland leren. Gewoon doorsparen inderdaad. Ja. Mijn glas komt tegen me drinken aan. Oké, eerst in de chat. Spellingshulp. De school houdt een spellingswedstrijd en Denemarken zit in de laatste ronde. Maar dit keer heeft ze nog nooit van het woord gehoord dat ze moet spellen. Denemarken kijkt het klaslokaal rond en ziet het werkboek van de bolleboos van de klas liggen. Met daarop een net geschreven woord. Moet ze de hulp accepteren of haar beste poging wagen? En Miss Divi zegt de hulp accepteren. Denemarken doet net of ze zich geconcentreerd, sluit de ogen en noemt de letters op die het meisje heeft laten zien. Fout, snauwt de docent. Denemarken verliest. Oh. De slimmerik valt gierend van het lachen van haar stoel. Het was een gemene truc. Griekenland is goede vrienden geworden met moeder. Oh, weer iets. Een van de beste maten van Burg Haamstede heeft niet voor het proefwerk van vandaag geleerd, omdat hij het proefwerk al eerder op de dag moet maken. Kan Burg Haamstede heel gemakkelijk de vragen uit het hoofd leren en de antwoorden aan zijn maatje doorspelen? Moet hij dit doen of het maatje het maar uit laten zoeken? Oh, Miss Divi, nu weet ze in ieder geval dat het geen vriend is. Dat is wel een hele harde manier om daarachter te komen. Even kijken. Sven zegt het maatje het laten uitzoeken, dus we gaan niet helpen. Burg Haamstede houdt voet bij stuk. Hij kan zijn eigen cijfer namelijk niet op het spel zetten. Het valt niet in goede aarde bij zijn maatje, want die zweert Burg Haamstede nooit meer te helpen. Slechte dag voor vriendschappen vandaag. Nee. Kijk, kind heeft een potjevaardigheid geleerd. Dat is mooi. Loop maar weg. Ga zelf maar even op jouw volwassen potje. Leuk joh, kinderen hebben.
Aalst werd betrapt op het spelen van spelletjes op haar telefoon toen ze eigenlijk had moeten opletten in de klas. Een waarschuwing zal voldoende zijn. Pak die telefoon af of klinkt als een saaie les. En Sven zegt, vriendschap boeit niet bij de 100 baby challenge. We willen geen risico lopen op lagere cijfers. Ja, dat is wel waar. Maar ondertussen, Aals, die een 10 moet halen, zit spelletjes te spelen op de telefoon. Dus wat zegt die moeder? Een waarschuwing zal voldoende zijn. Pak die telefoon af of klinkt als een saaie les. Wat vinden jullie? Welk antwoord? Wie is er als eerst? Voor welk antwoord gaan we? Echt wel weer. Waarom moet Aals dit doen? Aals, ik wil dat jij thuis komt met een 10. Want dan kan je het huis uit. En dan kan je een nieuwe baby in de buik van mama stoppen. Sven zegt, klinkt als een saaie les. Hoppatee. Wat kom jij doen? Oh, de schoonmaker. Nou, ga plassen. Oh, kan niet. Sloopt hij de wc? Gast, je bent hier om de boel schoon te maken. Oh, en Aalst heeft vandaag 2 verschillende proefwerken en 1 van de 2 gaat moeilijk worden. Er is nog een klein beetje tijd om vooraf te studeren. Moet ze al haar tijd gebruiken om zich voor te bereiden op het moeilijke proefwerk of evenveel voor beide proefwerken studeren? Gaat ze dus, Miss Divi zegt voor allebei. Die extra studietijd was cruciaal voor dat moeilijke proefwerk en het was ook de moeite waard om de stof voor het makkelijke proefwerk even door te nemen. Aalst krijgt een 9 en een 10. We hebben een prestatiegroei. Daar zijn we blij mee. Hoe gaat het met jou? Oh, hij is weer aan het stijgen. Dat is goed. Oh, weg met die banen van jou. En zo. Ga maar gebruiken. Oh, echt? Is het... Kom het huis uit dag of zo. Onderdelen verzamelen. Oh, hier ook. Onderdelen verzamelen. Voordat die knakker het weggooit. Nou doet hij tenminste iets. Nee, die peuter gaat niet in het plasje spelen. De peuter mag wat gaan leren. Dat zit zeker in jouw inventaris. Daar kunnen we nu niet bij, want je bent op school. Dat is niet leuk. Dan mag je daar maar mee gaan spelen. Ja, daar was ik al bang voor dat hij dat zou pakken. Nou, we hebben in ieder geval die nog. We hebben toch nog onderdelen voor verbeteringen. Je hebt honger. Dus hoeveel zit er nog in de koelkast? Even kijken, openmaken. We hebben 19 appels. Die mag weg. Dan hebben we suikerkoekjes en we hebben taart. Dus er moet echt hoognodig even wat gekookt worden. Laten we een... Wat is een driekleurige dango nou weer? Doe dat maar. Die schoonmaker is boos. Kijk hem boos wegstappen. Maar had Aals dan niet gewoon de tijd dat ze op haar telefoon zat kunnen studeren voor de proefwerk? Echt, hè? Zo slecht die Aalst. Ik hoop wel... Oh, het is een vinkje! Oh, ik hoop het. Ik hoop het zo. Ik hoop het zo, maar ze is gespannen. Zullen we dan heel even een uurtje op normaal zetten? Dat de spanning een beetje wegzakt. En dan over een uurtje weer kijken. Wat de huiswerkers ook af. Ik wil niet namelijk dat het terugzakt, omdat ze dan weer te gespannen is. Ik denk dat we volgende keer ook even moeten investeren in meer prullenbakken. Nee, weg met die banen van jullie. Het ziet er heel smerig uit. Maar ja, het levert ons stukjes en beetjes op. En daar kunnen we in de toekomst wat mee. Het is alweer koud. Zo.
Dan gaan we weer douchen. Die is trouwens nog steeds vies. Waarom heeft die schoonmaker dat niet gedaan? Slechte schoonmaker. Ik kan ook weer even een kikker fokken. Ik doe nu gewoon random hoor. Hoppatee. 10 simoleons erbij. Woehoe! De plezier is ook dik in de prut. Zo wil ik ook wel schoonmaker worden. Even de wc slopen en weer weggaan. Ja. En het begint weer te sneeuwen. Hoe gaat het met jou? Gaat wel oké. Hoe gaat het met je vaardigheid? Fantasie is lekker bezig. Jij mag trouwens even die ene vrolijke. Waar staat die? Oh, hier. Relaties. Onze... Pulskiem. Bellen. Zo. Hier nog een robotding dat weg kan. Lekker zo, geld verdienen. Nou, als ze dat gedaan hebt, dan mag ze even lekker gaan schilderen. Laten we een abstract schilderij doen. Hoppatee. Ah, ze is heel gelukkig. Wat trouwens wel een beetje sneu aan dit huis is, is dat dit het enige de enige kamer is met een raam. Voor de rest zijn er geen ramen in dit huis. Ik wil ook, kijk, ik wil natuurlijk sparen voor die computer. Ik had net nog iets in mijn hoofd waarvoor ik wilde sparen, wat ik nu alweer vergeten ben. Maar ik wil het ook mooier gaan maken. Dus ik wil ook binnenkort wel een beetje gaan kijken naar dat er een vloertje in ligt, dat er een behangetje is, dat het meer een huis gaat worden. En niet een of andere container of zo. Het ziet er al heel bijzonder uit. Oh kak, ik ben helemaal vergeten om haar weer op hard werken te zetten. Hoe gaat het nu? Het is nog steeds gevinkt. Peuter is klaar met spelen. Kan je zelf een potje? Nee. Maar je hebt wel honger, dus we gaan die even open doen. Zo, pak maar een portie. Als ze de buitenlucht willen zien, moeten ze gewoon lekker naar buiten. Kijk, Denemarken heeft weer wat gejat op school. Ja! Oh, wat fijn! Aalst heeft een 10. Wat fijn! Oké. Aalst mag uit huis. Burg heeft een 8. Kijk, Denemarken heeft ook een 10, dus die gaat opgroeien. Eritrea heeft een 8. Canada is natuurlijk pas net op de middelbare school. Verte van Teren is pas net op school überhaupt. Oh, dit is zo fijn. Ja, stop maar met schilderen. En jij mag weer een taart gaan maken. Lekkere binnenkomer, hé, Ezinet. Mijn eerste gaat uit huis. Daar wil ik wel die confetti taart voor. Hoppatee. Eindelijk mag een kind uit huis. Ja, ze heeft ook al de verantwoordelijkheid. Die had ze al. Even kijken, jij mag je inschrijven voor de scouting. Dat hadden we nog niet gedaan. Heerlijk. Wat gek ook. En Uriel Vuurbom, dankjewel voor het volgen. Welkom. Kijk, hop, scouting. Ja, ik had het even laten zien. Waar staat het? Hier. Nee, hier. Nee, hier. Helemaal in het groen. Die is goed. Oké, okay. Ja, jij bent prima. Jij mag even plezier hebben. Ga maar plezier hebben. Jij mag even gaan douchen. Sneeuw is geen hydratatie. That's right. Nog een Twitch baby! Alweer 9 maanden, wat gaat de tijd toch snel. Jeetje! Henk, dankjewel. Nog een Twitch baby erbij. 9 maanden subje. Nou, uitroepteken vlag. En iedereen deel je vlag emotes. En
En andere leuke facelijke emotes. En wat een grote bril heb ik op. Ja, ik ben 2 keer verwend vandaag met mijn verkleedpartijtje beloning. Eerst kwam deze bril erbij en toen kwam de Flapper Girl haarband erbij. Verder ook welkom. Sven, dat zal wat zijn, denk je. Eigenlijk mag ze naar huis en dan is het rip. Henk wil een blauw vlaggetje. Blauw is Bobbeer. Henk, hier is jouw vlaggetje. Eet smakelijk, Sven. Thanks voor het abonneren. Dankjewel. Zo, je zit erbij. Thanks voor het abonneren. Ja, een vlaggetje erbij. Nou, dan gaan we... Ik vind het grappig, want net kreeg ik ook een subje op een feestelijk moment. En nu gaan we weer een feestje vieren. Je moet in het midden, weet ik nu. Nee, je gaat geen dutje doen. En jij gaat er verjaardagskaarsjes opzetten. En de eerste die jarig is, is onze Aalst. Gaat me vieren. Nadu. Onze Aalst. Kijk, verantwoordelijkheid heb ze erbij. En het is een vegetarische sim geworden. Ze is goed, ze is lui en ze is vegetarisch. Maar ondertussen wil ze wel de Star Wars hoek op. Dit is onze Aalst, eindelijk volwassen. Nou, voordat je taart pakt, even weer kaarsjes erop. Nog even confetti. Zo. Want we hadden er nog één. Even kijken. Ja, dit is Denemarken. Jij mag ook een wens doen. Dat vond ik wel leuk. Dat degene die net voor Aalst kwam zingen zelf ook jarig is. En nu viert Aalst het andersom. Confetti terug. Nee, Aalst gaat niet denken aan een vervolgstudie. En Denemarken is ouder geworden. Denemarken is een kunstliefhebber. Oei. Dit is een hele gevaarlijke combinatie. Want Aalst, of heet het, Denemarken is kleptomaan. Maar nu is Denemarken ook een kunstliefhebber. Die wil je niet in je museum hebben. Maar we gaan dus nog een doel kiezen. Eerst in de chat gaan we voor dier, sportief, creativiteit, afwijkend, gezin, voedsel, fortuin, kennis, locatie, liefde, natuur, populariteit of Star Wars. Welk doel wil Denemarken hebben? Wie denkt, nou, dit vind ik nou echt iets bij Denemarken passen? Uriel zegt voedsel. En dan hebben we meesterkok en we hebben mixer, meestermixoloog. Dus gaan we voor eten of voor drankjes? Het is heel gek drinken met die bril op, want het tikt tegen het plastic aan. En Uriel zegt drankjes. Dat is die. En dan krijgt hij de eigenschap smaakessentie erbij. Zo. Hoe ziet Denemarken eruit? Ook al een neuspiercing. Dat is Denemarken. Hele interessante nek-accessoires. heb je dat bord van Stadsleven al gekocht om je schilderijen met 300% te verkopen? Iedereen komt allemaal, oh je kan dit doen en je kan dat doen. Nou op zich, we hebben wel uitbreiding. Dit stukje ruimte is erbij gekomen. We hebben alleen nog geen nieuwe spullen kunnen kopen. Ja, ik heb al een schildersezel inderdaad. Dus we hebben wat schilderijen kunnen verkopen vandaag. Jij mag een baan vinden. Nee. Waar ben je? Kom naar binnen. Jij komt nu naar binnen. Hier. Jij komt nu naar binnen. Anders moet ik weer een stapje terug. Dat willen we niet. En waarom kreeg ik... Oh ja, omdat je geen scouting meer bent. Zit gewoon op zijn gemak dood te vriezen. Oké, we gaan eerst even opslaan. En dan gaan we wereld beheren.
gaat onze angst uit huis. Wij wonen. Daar. Aalstaarde. En die stoppen we. Nou. Hop, ga maar bij papa wonen. Zo. Heeft ze de jeugd doorgebracht bij mama en dan mag ze haar volwassen leven doorbrengen bij papa. Vind ik wel een goede deal ook. Ik wil wel even... Dit is geen actief huishouden. Zo. Zo. Misschien komt hij dan inderdaad niet meer langs. Oh kak, ik ben trouwens wat vergeten. Ja, dat kan ik nou niet meer doen. Ik weet niet of Aals nog dingen in de inventaris had zitten. B, C, D, E, F en G. En dan gaan we nu... onze vrolijke vriend uitnodigen. Hoe gaat het met jou? Jouw plezier is oké. Huiswerk maken. Hoe gaat het met jou? Jouw plezier is prut. Dan mag jij gaan. Canada houdt van buiten. Wat leuk. Oh. Spelen. Wie ben jij? Oh, ik wou zeggen wie ben jij, maar dat is natuurlijk... Oh mijn god. Ah. Wat een outfit, nou. Dagmar. Ja, flirten. Zo is ze ongeschikt ervan. Die denkt, ik ga weg. Waar is die nou? Oh, die zit daar. Een sexy pose. Terwijl het kind er gewoon bij zit. Geen schaamte, echt. Zullen we een compliment geven over het uiterlijk? Je bent wel zelfverzekerd als je dat aandoet. Dat sowieso. Een roos aanbieden. Oh, dat lichaam. Kijk hoe smal. En die dunne armpjes. Zal dit dan ons eerste kind worden met een bijzondere huidskleur? Een versierdruk. Hij is beduust. Nee, het moet niet achteruit lopen. We gaan vieringen bespreken. We moeten het even gezellig doen. Enthousiast zijn over taarten. En dan gaan we nu al vleien. Want het is een ongemakkelijke ontmoeting. Dat willen we niet. Het moet wel goed zijn. Misschien even een grapje maken. Laten we een klop-klop-mop doen. Oh. Een bootje, 1993. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Je moeder gaat er vandoor, maar dat willen we niet. Jij mag interesses bespreken. En dan gaan we opnieuw proberen te flirten. Ja, die kinderen moeten maar voor zichzelf zorgen. Ja, we hebben een plusje. Een gewaagde vraag stellen. Sims vind je zeker grappig. Helemaal als je iemand hebt als Dagmar die dan dit vadertje inlevert. Klagen dat het ijskoud is. Oh nee. Oh. Maar we hebben toch... Oh.
We hebben nog geen kaveleigenschappen, mensen. We hebben nog geen kaveleigenschappen. Nou, ik wil... romantische aura. En ik wil op een leylijn, ook al heeft dat op dit moment geen zin, want er is maar één plek in het huishouden vrij. Maar dan hebben we nog plek voor één. Nou, geen aardbevingszone, geen broedgebied, buiten het netwerk niet, celebrity huis. Nee. Dit zou handig kunnen zijn. Dat we soms klein geld vinden in het huis. We doen niet ecologisch. Ja, wat zou een goede kunnen zijn? Goede scholen kan ook. Ik ga voor goede scholen, denk ik. Want dollarfee is op dit moment heel fijn, omdat ze nu arm zijn. Maar er komt natuurlijk een moment dat geld geen probleem meer is. En dan, je mag het volgens mij niet meer veranderen. Wat je kiest, daar zit je aan vast. En dit is gewoon de basis die we nodig hebben voor de 100 baby challenge. Lekker makkelijk kunnen flirten, snel kinderen kunnen krijgen en veel. En snel ze uit huis kunnen krijgen. De goede cijfers. Ja, want even kijken hoor, of ik verder nog iets tegenkom, huiselijk. Ja, koken, mixologie, handigheid en zo, dat zal wel. Kapotte spullen, ja, we hebben al gratis diensten, dus dat hoeft ook niet per se. Kinderspel, kinderen lijken hier sneller te leren. Nee, dan ga ik liever voor goede scholen. Het is een natuurlijke bron. Ja, dat is alleen nu leuk, maar in de toekomst niet minder nodig. Studiespot. En dit is echt voor de universiteit. Tienerbuurt, nee. Zonnig aspect. Nee, ik hou het bij die drie. Ik zit er dan nu wel aan vast, maar dat wordt hem. Ik dacht toch, we hebben toch een flirtige ding, maar dat is nog niet. Grappig. Laten we een schuine mop vertellen. Wie weet vindt hij dat wel leuk. Hey! Oh mijn god. Oké, Miss Divi, wat zei je nou ook alweer over vadertje 1, over Mick? Dat hij dan niet meer voor de deur komt, dat hij niet meer langskomt nu zijn dochter bij ze woont. Wie staat er nu voor die deur? Wie neemt nu het gedrag van vader over? Nu staat die dochter de hele tijd voor de deur. Flirten. Kom op. Loop niet weg. Loop niet weg. Loop niet weg. Gaan we stiekem om een hoekje. Dat de kinderen het niet kunnen zien. Liefde. Flirten. En handen kussen. Kijk, nou wordt het leuk. Nou wordt het leuk. Aantrekking bekennen. Eerste kus. Oeh. Het is een heet gesprekje. Kijk, twee hartjes zelfs. Hoppatee. We gaan handje vasthouden. Jeetje, hij heeft ook een flinke kont, hè? Dit wordt een interessant kind. Kindje, probeer het te maken onder de douche. Is de douche vrij? Het is wel een vieze douche, maar dat maakt even niet uit. Hey Britt, welkom terug. Je komt op een mooi moment binnen. Er gaat een baby in de buik komen. Het is een man, Uriel. Nou, die zijn lekker bezig. Hoe gaat het met jou? Jij hebt honger. Dan mag je een stuk pakken. Wat heb jij voor een bijzondere outfit?
Wat voor outfit is dit? Dit is je huidige outfit. De slaapoutfit met zo'n bril. Aals is opgegroeid, de oudste. Die is nu uit huis. En hoe heet het? Denemarken is een tiener geworden. Kijk, Burger Haamstede heeft zijn huiswerk af. Dat is top. Ik vind het gek dat de oudste nu een zoon is. Dat ik niet meer een dochter zie naast die moeder. Ik moet wel even opletten dat Griekenland... Ik weet nu al niet meer wat een jongen en een meisje is. Griekenland. Peuter. Ik dacht, er staat misschien dochter of zoon. SIP-profiel openen. Zo, Griekenland is een zoon. Oké. Okay. Maar we hebben in ieder geval, hoe heet het? Denemarken als optie. Zwangerschapstest. Hoppatee. Ik wil weten, zit die baby erin? Zijn we zwanger? Ja, daar komt de baby bij. Gaat ze het hem nog vertellen? Thanks voor je bijzondere zaad. Oh, hij is een beetje... Ik zag hem zo doen. En ze is klaar met vertellen. En hij zegt, het is de hoogste tijd. Ik ga naar huis. Nou, dat viel dus niet helemaal in de smaak. Moeder mag gaan slapen. Nee, slapen. Dan hebben we jou. Jij mag ook gaan slapen als je klaar bent. Dan hebben we jou. Jij mag gaan plassen. Hij dacht echt, oké, doei. Dit wil ik niet, doei. Uitroepteken baby in de chat, Uriel. Dan kan je zien hoeveel kinderen ik al heb. Er zit hier één. Je bent een kind. Waarom doe je nu al push-ups? Ga huiswerk maken. Zo. Jij hebt geplast. Is jouw huiswerk al klaar? Want je plezier is nog niet helemaal naar de prut. Je huiswerk is niet klaar. Die kunnen we verkopen. Rot eten in je inventaris. Zo. En die weg. Zo. Oh, hier nog meer borden. Kan er niet meer in. Verdorie. Jij slaapt al. Ik ga jou even laten douchen. En dan mag je daarna weer gaan slapen. Want je hydratatie is in de prut. Wat ga jij doen? Jij bent huiswerk aan het maken. Wat ben jij aan het doen? Jij bent in de sneeuw aan het spelen. Je moet weer even de prullenbak vroeten. Ja, echt hè. Deze mag naar je broertje. Ik heb hem niet buiten neergelegd hè? Nee. Jij hebt ook zo'n ding. Die kunnen we verkopen. Jij mag huiswerk gaan maken. En jij mag gaan slapen. Doe maar in dit bed dan. Wat een voortgang. Hier, inventaris. Tada! Prettablet. We gaan goed. Eritrea Aarde heeft zijn huiswerk vandaag af. Dat is mooi. Jij hebt honger. Ga maar eten. Nee, ga eerst even de prullenbak doen. En dan mag je daarna een klikje pakken. Oh nee, niet ziek worden jij. Gewoon aan je huiswerk. Niet ziek worden. Top. Dat lach je ook, hè? Dan ligt er een in bed. Jij hebt ook je huiswerk af? Nee. We kunnen dat ding trouwens wel binnen neerzetten. Zo. Oh, dat is wel gezellig. Je schiet voor geen meter op met je huiswerk, maar het is wel gezellig dat jullie even kunnen kletsen. Oeh,
kijk. Nou, haal maar op. Insigne ophalen. Die. Ben jij de enige? Of mag jij er ook eentje ophalen? Jij mag er ook eentje ophalen. En jouw huiswerk was al af, hè? Ja. Dan mag jij gaan slapen. Kijk, promotie. Je verdient er geen reet mee, maar het is wel leuk. Toch leuk dat ze weer iets hebben meegemaakt. Canadaapse huiswerk ook af. Oh ja, het gaat niet zo lekker met jij. Ga jij maar slapen. Kijk, nu kan je wel in het bed. Ik snap niet waarom het de vorige keer niet lukte. Maar nu kan je er in ieder geval in. En Fortaventura heeft het huiswerk af. Die gaat nu ook een badge ophalen. Dan mag je plassen. En een klikje pakken. En daarna gaan slapen. En ondertussen ben jij wakker geworden. Ik snap niet waarom. Want... Oh, die peuter is wakker geworden, vandaar. Ben aan het huilen, vandaar. Maar die peuter is ook moe. Te bang. En dit bed dan? Stop, peuter. Doe dan maar peuterfilmpjes kijken. Doe je toch iets. Oh, dat hou ik niet bij, Brit. En het schijnt ook niet altijd te kloppen. En daarnaast klopt het ook niet altijd, want soms heb je hem dan openstaan om bijvoorbeeld stream voor te bereiden of voordat je begint met opnemen voor YouTube. Dus het klopt niet helemaal. Zo. Ben je nou niet meer bang? Nee, ik ben nu niet meer bang. Ga maar weer slapen. Ze slapen allemaal. Hey. Oh, pauze. Ze slapen allemaal. Oh, je ziet, er wordt al één wakker. Dus ik ga nu snel opslaan. Dan hebben we weer 2 uurtjes verder gespeeld met de 100 baby challenge. Waarbij Aalst uit huis is. Die is gewoon nu echt weg uit huis. Ik ben er ook vergeten een beroep te geven. Maakt niet uit. Kan me niks schelen. We hebben 2 kinderen die zijn opgegroeid naar tieners. We hebben een peuter die is opgegroeid naar kind. En we hebben een baby die opgegroeid is naar peuter. En er zit een nieuwe baby in de buik. Dus de eerste volgende keer dat 100 baby challenge gaan spelen, zou het zomaar kunnen gebeuren dat baby H wordt geboren. Dus dan kunnen we gaan nadenken over Haarlem, Helsinki, Hongkong, Hongarije, Huizen. Ja, in ieder geval genoeg opties voor een babytje met een H. Dat is voor een volgende 100 baby challenge. De eerste volgende keer dat ik ga streamen met de Sims, gaat het dus de Sims 4 interieur designer zijn. Dus als je wil weten voor de release van de interieur designer, als je daar nieuwsgierig naar bent, zorg dat je in mijn Discord zit. Want dan laat ik weten wanneer ik live ga met dat pakket. Of zet hier op Twitch het notificatiebelletje aan. En voor de rest kan je me ook volgen op Twitter, op Instagram en op YouTube. Want op mijn YouTube kanaal komen video's. Dus op mijn eigen YouTube kanaal ga ik natuurlijk... video doen van een nieuwe pakket. Als je op het kanaal van Town of Plumbops abonneert, daar komen de overzichtsvideo's. Dus welke kleding zit erbij, welke kapsel zit erbij, welke spulletjes zitten erbij. Dat komt op het Town of Plumbops kanaal. En op mijn eigen kanaal ga ik dan echt de gameplay van het pakket ontdekken. Maar ja, join van mijn Discord, want daar zal ik uiteindelijk het schema delen met wanneer ik dus live ga met de Sims 4 interieur designer en wanneer je de video's kan verwachten. Misty is echt al leuk. Thanks voor het kijken. Ik vind het tof dat ik weer kon streamen. Thanks voor iedereen met al die subjes. Het rateje wat ik heb gekregen. De volgers die erbij zijn gekomen. Tot een volgende keer. Dag.